Wanneer een gezinssituatie verandert, brengt het uitdagingen met zich mee. Zo ook bij de geboorte of adoptie van een kind, of bij pleegzorg voor een kind. Daarom hebben ouders of verzorgers van een kind tot 8 jaar recht op 26 weken ouderschapsverlof. Zo krijgen ze de mogelijkheid om een tijd flexibel in te delen wanneer dat nodig is. Met de wet betaald ouderschapsverlof is er een uitkering voor een deel van dat verlof. Wat is betaald ouderschapsverlof? UWV biedt een uitkering over maximaal 9 van de 26 weken ouderschapsverlof. Deze uitkering bestaat uit een vast percentage van het dagloon. Dit betaald ouderschapsverlof is voor alle ouders met een arbeidsovereenkomst. Dus ook voor stiefpleeg- en adoptieouders. Ook alfahulpen en directeur-grootaandeelhouders hebben recht op betaald ouderschapsverlof. Ouders moeten dit verlof opnemen in het eerste levensjaar van het kind. Bij adoptie of pleegzorg moet dit binnen 1 jaar na opname in het gezin en voordat het kind 8 jaar is. Het verlof kan aaneengesloten worden opgenomen, maar ook verspreid over meerdere weken. Aanvragen gaat per hele werkweek en de uitkering aanvragen kan pas nadat het verlof is opgenomen. Betaald ouderschapsverlof geeft ouders en verzorgers dus de mogelijkheid om bewust zorgtaken te verdelen en zo meer balans te vinden tussen werk en privé. Wilt u meer weten over betaald ouderschapsverlof? Kijk op uwv.nl/betaaldouderschapsverlof.